moet je. Je bent zo'n lekker ding aan het doen. Echt. Goedemorgen deze dinsdag. Ik ben aangekleed. Ik vind het heel wat. Dat heb ik gisteren niet gedaan. Sarah is net opgehaald en naar school gebracht. En aangezien ik rust moet houden, ga ik nu maar gewoon editen. Dan is dat allemaal klaar. En dan maar wachten tot het weer gezellig wordt hier thuis. Want eigenlijk verveel ik me gewoon de piep. En kijk eens wat ik van Quinn heb gekregen. Ik wou zeggen, Sarah's thuis, maar... Ja, deze? Die? Die had je nog niet, hè? Quinn wel. Die had ze dubbel. En die? Welke nog meer? Toilethuisje. Oh, leuk. Wie ze ook nog spaart? Als jullie ze nodig hebben en als ik ze de dubbel heb, geef ik ze aan jullie. Dat is heel lastig, want je weet helemaal niet wie er kijkt of waar. Maar voorlopig heb jij echt letterlijk nog niks dubbel. Morgen zou je wel een nieuwe krijgen, denk ik. Jij gaat natuurlijk met oma samen boodschappen doen, dat jij even oma kan scannen. En heel leuk, Sarah had vandaag foute kersttruidag. Dus die heeft deze... Deze is heel zacht, dit stuk. Weet je wat Belen tegen Chantal had gezegd? Nee? Oh, mama, ik vind mijn trui leuk, dan is het toch geen foute kersttrui? Grappig, hè? Maar we noemen het gewoon zo. Maar dan kunnen ze nog heel leuk zijn, hè? Vond het zo grappig? Nou, ga je huisjes bij de andere huisjes zetten. Ja, Sarah heeft een... Hij is voor je het kaartje. Ja, en ga je die voorzichtig openmaken? Moet je wel even het adres uit beeld houden, want het vind ik wel fijn. We hebben weer kerstkaartjes. Worden er ook minder, dat vind ik wel echt jammer, maar het blijft leuk. Van wie is deze? Groetjes van Koos en Tommy. Ja, zei ik toch? En jij zei, sturen die ons een kaart? Omdat ik toen ik dat vorige keer stuurde, zei jij toch, sturen die ons een kaart? En ik zei, ja... Dat doen ze elk jaar en wij ook. Met een kerstdagen. En deze? Een heel gelukkig 2020. Papa Wim. Papa Wim, mama Heidi, Orlando. Ja, die is voor ons, want jij had wel een kaart gekregen van ze en er stond ook een sticker op. Maar even kijken of je die kan lezen, want het was best... Een leuk en gezellig 2020 gewenst door Theo en Ria. Ja. Leuk, hè? Joho! Joho, John. John. Joho! Hij is echt leuk. Ik snap het wel met handschrift. Joho! Je bent zo'n lekker ding aan het doen. Echt, joho! Ik ga het even zeggen, ja. Als we zien lopen, zo. Hé, joh. Zo schattig. Ik kreeg een herinnering op Facebook. En die moet ik gewoon even delen. Wat is dat zo? Ga maar verder buiten. Ga je dat maar tegen papa zeggen dan? Zeg het dan. Ja. Je kan wel lachen. Zo grappig, nu praat ze echt heel de dag de oren van mijn hoofd af. En dat was echt de eerste keer dat ze eigenlijk op haar manier een praatje probeerde te maken. En echt zo verschrikkelijk schattig. Het is echt nu 6 jaar geleden. Dus daar was iets meer dan 2 maandjes, zeg maar. Echt zo cute. En dan denk ik weer echt, oh, ik zou wel even terug willen naar die tijd. Gewoon nog even je weer zo zien.
Ik zoek altijd die pauzeknop of die terugspeelknop, maar ja, die is er niet helaas. Nou, dit was me dus wel weer een dag vol verveling. Ik ga lekker mijn bedje in. Morgen gelukkig wel een wat leukere planning. Ze heeft de kerstdiner ook weer. En dat is zo leuk. Ze kijkt er zo naar uit. En daardoor ik ook helemaal. En zeker aangezien je dan nog herinnert van vroeger hoe leuk dat was en hoe magisch dat was. Dus ja, we kunnen niet wachten. En ze hebben ook kerstmarkt op school morgen. Dus daar gaan we ook even kijken. Ik ga met mijn moeder daarheen. Want ze vond het ook leuk als oma zou komen. En de rest stel ik gewoon morgen allemaal. Dan wordt het hopelijk ook een wat leukere vlog. Ik hoop dat het toch nog wel een beetje leuk was. Ondanks dat ik gewoon helemaal gek word van de verveling. Maar goed, ik zei het al. Ik ga lekker mijn bed in. Anders wordt het weer zo'n heel boeiend, samenhangend verhaal. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Duimpje achter te laten en een leuke reactie. En dan zie ik je morgen. Doei doei.